Het traditioneel gezag van Pusugrunu en de omliggende dorpen van het Matawai-gebied hebben president Chandrika Prasad Santokhi gevraagd om dringende hulp. Bij Nkrutu hebben het staatshoofd, enkele ministers en assembleeleden de problemen waarmee de mensen in het gebied kampen aangehoord. Kramang der Matuariërs Leslie Valentijn zegt dat de gemeenschap samen met de overheid moet werken. Alle dingen bijzonder in de zakwafis in de verschillende dorpen. Ja, gama. Hoe je redde. Adjale gama. Hoe je redde van president Tati. Hoe je redde van alle dingen in de kapitein Tati. Hoe je redde van volop Tati. Zo de gama. Maar wat staat mijn actie pres? Pres. Hoe apasi. Apasi. Tati. De broki. Minister voor wie die het wel is. Utaki, voor dat we maar gelukkig moeten zijn, zijn met dat. De broki, de kudus aan de poort, dat is tijdelijk. One was aan de volgende duurlijk. Omdat televisie ondernemer Boeza, de broki kon vallen. Dat was een passie moe. Dat is een gama. En dat binnen afzienbare tijd, per mogelijkheid, ja gama. Valentijn zegt verder dat gebed en geloof de gemeenschap sterk zullen houden. Het traditioneel gezag maakte bekend dat de water- en elektriciteitsvoorziening in het gebied broodnodig is. Kapitein Mak Asaf stelt dat de aanpak van de weg naar Pusugrunu het grootste zorgpunt is, omdat vooral in de regenperiode reizen van en naar het gebied een bijzonder groot probleem is. Het staatshoofd zei dat hij binnenkort een plan van aanpak verwacht van zijn ministersteam. Nang kami kabinet, peo poti wa proyektim jasu di Matawai, kerana mau besle semua, ni wa poti wa proyektim dape, upote minister, ang kita bigi bigi mang, puro ko sam, tapsot kabin, yasang sa ucha kafis, na pasi, na landbong, na drinking water. Na stroom, na scoreprobleem. Santokhi zegt verder dat de kleine zaken waarmee de mensen in het gebied zitten, waarvoor er geen oplossing kan worden gevonden, zullen worden aangepakt. De president merkt op dat hij de bijdrage van de bewoners in het gebied ook nodig heeft, omdat vele handen samen licht werk maken.